Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vandaag in Dommeland Live gaat het onder andere over het gesprek van de dag in Bokstel, namelijk het parkeerbeleid. We hebben het over de boerenmerts die er weer aan zit te komen. We hebben babynieuws uit het dierenrijk. En er is een vraag die veel mensen bezighoudt. Waarom worden knobbelzwanen afgeschoten? We horen het zo. Het is dinsdag 15 maart. Welkom bij Dommeland Live. En hier is de presentator Geert Hoes. Yo, wat goed voor jou, Wiebe. Wat leuk dat je er bent. Nu hoef ik het een keer niet te doen. Hè? Hey, luister, jij bent voorleeskampioen van Bokstel. Kun je er iets over vertellen? Dan kom ik van elke school... komt dan één winnaar. Ja. En die gaan dan in de biep tegen elkaar strijden. En daar komt dan één winnaar uit. En dat ben ik. En hoe was dat? Was het spannend? Ja, ik was heel erg zenuwachtig. Ja? Wat ging er door je heen dan? Want waren er veel mensen die je kende? Ja, 15. 15 mensen die je kende? Ja. Hey, en wat gaat er nu gebeuren? Want je bent nu voorleeskampioen van Bokstel. Ga je nu ook proberen voorleeskampioen van Nederland te worden? Ik ga binnenkort in Goorle tegen 64 andere kinderen. En die worden verdeeld over 8 zalen. En ja, daar komen dan 8 winnaars uit. En die gaan dan op een andere dag weer tegen elkaar. En na die van Goorle, dan ben je van Noord-Brabant. En daarna van Nederland, dan ben je echt kampioen. Goed zo. Wow. Nou, super veel succes. Ik vond het keileuk dat jij dit voor mij wilde doen. En zullen we samen gewoon op welke camera? Op die camera zullen we gewoon nog zeggen... We gaan beginnen? Oké. Doe jij het? Oké. Doe maar. We gaan beginnen! Ja, Biebe vertelde het net al voorafgaand aan de uitzending. Er is heel veel te doen geweest over een uitzending van Eén Vandaag. Die ging over het afschieten van zwanen. Daar gaan we straks over praten. Voordat we dat gaan doen, we hebben wat beelden van deze desbetreffende uitzending van Eén Vandaag. En ik wil je wel waarschuwen, dit zijn schokkende beelden. Ik begrijp dus dat hier allemaal zwanen zaten. Ja, boetzwanen zaten er, boetparen met jonkies. En nu? En nu? Nou, zoals je ziet is het weiland helemaal leeg. Alle zwanen, alle boetparen zijn afgelopen maanden stelselmatig, stuk voor stuk, zijn ze uitgemoord. En de politie, die gelooft de jagers. Ik weet ook wel dat bij sommige beesten die aangeschoten zijn, altijd nog even wat stuiptrekkingen zijn. Nou, ik weet niet of dit een stuiptrekking is, maar zo gaf die jager het wel aan. Dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Oké, nou dat heb ik voor waargenomen. Jeetje, ja, dat zijn hele heftige beelden. Ja. Bij mij op de bank Frans Kapteins, boswachter. Ja. Namens Natuurmonumenten. Inderdaad. Ja, fijn dat je er bent. Frans, wat we zeggen, hele heftige beelden. Is dit wel normaal? Nee, dit is niet normaal. En dat vinden jagers ook niet. Dit is niet normaal. Kijk, dat er een opdracht gegeven wordt om overlast in te perken, dat kan. Ik vraag mij zelf wel af of de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland nagedacht hebben over preventieve maatregelen. Want die kun je ook best eerst nemen. Ik heb provincies gekend waar ze eerst verstorend zijn op gaan treden. Door constant over grasland op en neer te lopen. En dan op een gegeven moment, ja, die zwanen willen toch voedsel gaan zoeken. Mm-hmm. En dan gaan ze ergens anders naartoe. Dus dan is het daar opgelost. Kijk, en als je dan zegt, ja,
zo iemand inzetten. Nou, ik weet het, binnen de jagerswereld, daar vinden ze het ook niet goed. Want wat hij doet is dus inderdaad niet echt diervriendelijk omgaan met een opdracht. Ja, want jij zegt het zelf al inderdaad, jagers worden vaak ingezet bij overlast van dieren, of een overschot, hè, bij welke diersoort dan ook. Ja. Wat is eigenlijk de normale procedure? Ja, de normale procedure is veiligheid in gedrang komt, dan gaat er dus naar, meestal bij de provincies GS daar een beslissing over nemen en die geven dan een afschotvergunning af. Kijk, wij vinden dan vaak bij natuurmomenten, ga eerst eens even kijken of je het preventief op kunt lossen, wat ik net al zei. Mm-hmm. Ga kijken of je kunt verstoren, mm-hmm. Eieren schudden, eieren leegprikken, dat soort dingen allemaal. Dan heb je in ieder geval op voorhand al, want je kunt op een gegeven moment wel zien dat die populatie daar steeds groter wordt. Mm-hmm. Dat zie je gewoon. En als je op dat moment al meteen gaat ingrijpen, dan hou je dat tegen. Mm-hmm. Ik heb heel lang de weg gereden van Eindhoven naar Maastricht toe. Daar zat aan vlak tegen het kanaal, want er ligt de weg tegen het kanaal aan, ook een hele grote groep wilde zwanen. Mm-hmm. Uiteindelijk, als je dan zo'n zwaan op ziet stijgen, dat beestje, dat heeft heel veel gewicht. Dat gaat heel langzaam naar boven toe. Yeah. Ja, en als je vlakbij zo'n snelweg is, een vrachtwagen raakt die zo. Dan is het natuurlijk levensgevaarlijk, zeker op zo'n drukke A2. Dus dan moet je maatregelen nemen. Yeah. Nou, dat kun je dan doen, doordat je het ziet aankomen. Eerst 4 zwanen, dan nog wat meer. En op een gegeven moment moet je opgaan en denk je, daar ga ik eens ingrijpen. Yeah. Dat daar niet te veel aan zwanen komt, want dan krijgen we hier op de snelweg een probleem. Ja, nou, je hebt het nu over de snelweg. Hè. Er wordt gezegd, deze zwanen bieden overlast, als dat überhaupt dan zo is. Maar in wat voor overlast moeten we dan denken? Want je hebt het nu alleen over de snelweg, maar... Het zou kunnen zijn, ik ken het gebied daar niet. Dat is een beetje lastig. En wat je op de film kunt zien is dus niet zo heel duidelijk. Maar wat er vaak is een overlast aan dat er te veel zwanen zijn op fietspaden, mm-hmm. wandelpaden, mensen lastig gevallen worden, te weinig voedsel is, graslanden van boeren te veel kaal gevreten worden, dat er derving is op graslanden. Nou, daar zijn dus een aantal dingen die dan tellen. En op een gegeven moment komen die klachten allemaal bij elkaar. En dan moet zo'n provincie ingrijpen als het op een provinciaal grondgebied is. Mm. Maar is het nou echt dat mensen lastig gevallen worden? Want ik heb altijd de indruk als mensen een zwaan zien zitten dat het juist aan de mens ligt omdat ze erop afstappen. Dat is één ding wat heel zeker is. Alles wat hier gebeurt in Nederland met dieren, ligt aan de mens. Of het nou over kippen gaat, over vossen gaat of over zwanen gaat. Wij hebben ervoor gezorgd dat er een probleem is ontstaan. Dus dat is alvast duidelijk. Ja. Maar, kijk, je kunt je voorstellen, als er heel veel zwanen zitten die steeds verder richting bewoond gebied gaan. Een zwaan heeft nogal krachtige vleugels. Ik weet niet of je ooit een klap van een zwaan hebt gehad. Ik wel. Nou, ik denk meteen aan mijn been, want ik voel hem nog steeds. Want dat gaat echt keihard. Mm-hmm. Een kindje wat langs fietst, wat langs loopt, dat mm-hmm. kan dus een probleem zijn. Ja. Dus ik snap wel dat er problemen kunnen zijn. Alleen je moet er wel op een goede manier mee omgaan. Ja. Maar die knobbelzwanen, hè? Want het was eerst, naar mijn weten, ik heb het een en ander gegoogeld, gekeken op internet. Volgens mij waren ze eerst heel schaars. Nu in één keer een overschot? Eigenlijk is het zo, er zijn 3 zwanen die wij in Nederland kennen. De kleine zwaan, en de grote zwaan en de knobbelzwaan. De knobbelzwaan is een zwaan uit de parken en de tuinen, de grotere tuinen, de dierentuinen ook. En die ontsnappen dan wel eens en die werden ook gehouden bij boerderijen. Dus die knobbelzwaan is niet echt een zeldzaamheid. Dat mm-hmm. is echt niet echt geweest hier in Nederland. Er waren er niet zo heel veel, dat is wel zo. Maar ze hebben hele mooie stukken kunnen krijgen doordat de natuurgebieden groter werden. Doordat de parken wat meer werden ingericht op dat er wat wilder kon zijn, zal ik het zo maar zeggen. Maar meer biodiversiteit, mm-hmm. verschijnt een plant en dieren, krijg je dus een grotere ruimtes. Mm-hmm. Dus die kregen ook meer kans om te gaan vestigen. Ja. En dan is het de kwestie van als er geen rovers zijn, dan heb je het alweer. Dat heeft Nederland dus niet, want we hebben wel de vos, maar die gaat niet naar de zwanennest toe als de zwaan in de buurt is. Want die weet heel goed dat die flinke klappen kan krijgen. Ja. Dus echt rovers op zwanen zitten er niet heel veel. Dus als zo'n populatie kan dan gewoon doorgroeien, want ze worden niet aangepakt. Ja. Even terug, we zagen net op het filmpje, op die beelden van iemand een zwaan ombrengt. Jij zegt jagers zijn er daar, denk ik, niet mee eens. Nee, nee. Zijn er algehele richtlijnen eigenlijk voor? Er zijn richtlijnen voor. Ieder jager weet hoe hij daarmee om moet gaan. En ik denk nogmaals, in dit geval had ik gezegd, zorg voor preventieve maatregelen. En zorg ervoor dat je jaagt op momenten dat er echt niet te veel mensen in de buurt zijn. Zorg ervoor dat zo'n dier op een goede manier wordt aangepakt en niet zomaar
losweg neergeschoten. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei goede spelregels voor. Een goede jager heeft ook een jachtakte. Die weet precies waar hij zich aan te houden heeft. Ja. Dus die weet ook echt wel wat ze moeten doen. Maar kun je dan spreken in dit verhaal van een soort illegale praktijk? Of nee, het is niet illegaal. Want ze zijn dus gevraagd om zeg maar die knobbelzwaan aan te pakken. Ja. Alleen wat fout is, is dat het op een verkeerde manier gebeurt. Ja, maar wie drijft dan dat er deze methode gebruikt wordt? Op zich is afschot geen slechte manier. Alleen, je moet het wel goed doen, dat is het punt. En, ja. De provincie heeft opdracht gegeven om die knobbelzwanen aan te pakken via afschot. Ja, dan moet je dat als jager op een goede manier doen. Ja. En niet zo half bakken zoals het daar gebeurd is. Ja. En ik hoorde dat er de Kamervragen zijn gesteld, naar aanleiding van dit. Ook de boksers Helene van As hè, van het CDA, die heeft hier Kamervragen over gesteld. Hoe werkt dit? Weet jij hier iets überhaupt vanaf? Nee, ik weet wel dat er de Kamervragen, dat betekent dus dat er nu naar zeg maar de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland die vragen doorcijpelen. Ja. En per 1 januari 2017 is de een nieuwe natuurwet van kracht. En misschien dat daar nog iets aan kan veranderd worden. Of misschien dat toch een provincie zeg maar een boete opgelegd wordt. Omdat zij in feite toch de opdracht hebben gegeven, maar toch een jager niet op een goede manier hebben ingezet. Of misschien heeft de jager niet op een goede manier. Er zijn dus natuurlijk een heleboel vragen die er nog zijn, waar ik nu niet direct antwoord op kan geven. Nee, precies. Maar we zien die politieagent, die controleert dan weer. Ja, dat snap ik ook niet helemaal, dat hij daarmee. Want ik denk, als ik naar zeg maar, onze eigen omgeving kijk, een politieagent weet ook heel donders goed hoe hij daarmee om moet gaan. En ik heb het idee dat daar eventjes niet goed opgelet is door de politie. Want ja, als je dus een dode zwaan in de wagen hebt liggen, dan is er niks aan de hand. Maar wat er vooraf gebeurd is, dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, oké. Dus hier is het laatste woord er niet over gezegd. Absoluut niet. Nee hoor. En heel die jacht die staat ook zeg maar behoorlijk onder druk. Dus dat weten de mensen zelf ook. En het punt is natuurlijk hoe, als onze eigen organisatie Natuurmensen zeggen wij, kijk nou eens eerst even of je op een andere manier kunt voorkomen dat bepaalde populaties te groot worden. En het zijn vaak toch vooral de soorten die hier heimelijk zijn naartoe gekomen. Of ontsnapt zijn uit dierentuinen of avifaunaparken, vogelparken zoals de Nijlgans en de Canadese gans. Ja, en ga eens kijken hoe je dat goed op kunt lossen. Ja. Nou, wij hebben bijvoorbeeld heel vaak dat we dus zeg maar eieren gaan schudden. Ja, om het. Dan heb je dus inderdaad zeg maar de kans. Kijk, want als je een ei weghaalt, daar is een keer een onderzoek naar geweest bij een koolmeisje. En elke keer wat eitjes weghalen, kijk hoe lang dat doorgaat. Ik geloof dat hij 70 eitjes heeft gelegd. Ja, want die gaan gewoon door, want die kunnen. Mensen zeggen vogels kunnen niet tellen, maar die kunnen gewoon tellen. Die weten precies hoeveel dat ze leggen. En als er niets weg is, dan gaan ze bijleggen. Dat is heel bijzonder. Frans, even heel iets anders. We hebben het nu over zwijnen gehad. Daarnaast, jij bent enorm actief op social media. We kunnen eigenlijk wel zeggen, Frans Kapteijs is de Twitterkoning van natuurmonumenten. Nou, ondertussen, mag ik stiekem zeggen, ondertussen van alle boswachters in Nederland. Van alle boswachters. Want je stond in het Brabants Dagblad met een nieuwtje over je aantal tweets. Ja. Vertel. Ja, nou ja, ik vind wat heel leuk is hè, om zo naar die sociale media te kijken. Ik heb een bepaalde hogere leeftijd, ik zal het meteen zeggen, 62. Maar ik zie daar zoveel nut in. Als ik excursies geef, heel veel excursies, ik geef ook heel veel lezingen. En dan zeg ik altijd, er komt de Groene Kerk naar me toe. Daar zijn toch al die mensen die komen, weet je wel? Dat weet je al van tevoren. Maar nu op sociale media, zoals Twitter bijvoorbeeld, dan komen er ook mensen toe van 25 tot 45 en soms nog wel jonger. En het grappige is dan, die sturen mij dan een fotootje toe en zeggen, hey Frans, wat is dit? En dat blijkt gewoon een paardenbloem te zijn, maar die zijn wel met die natuur bezig. Ja. En als je dan op een feestje komt en je loopt dan een aantal mensen, waar je een feestje, de mensen die allemaal zo goed kent, en er zit een groep jongeren bij elkaar van 18, 19, zeggen, hey, loop boswachter Frans. Denk ja, maar zij weten ondertussen dat over natuur gaat. Dus ik krijg veel meer binding met mensen door leuke tweets neer te zetten. Ja, ja. Nou, ga ermee door vooral. En deel ons in jouw avontuur, want het is enorm leuk om dat allemaal mee te krijgen. Doe ik zeker. Oké, super. En nou ja, dat er iets liefdevoller met die dieren omgegaan wordt. Precies. Algemeen inderdaad. Mee eens. Dankjewel. Ik zei het voor 2 weken geleden al. Toen hadden we hier een pannenkoekenbakker. Ik wil eigenlijk meer met eten gaan doen. En Biebe had het net niet in de opening verteld. Maar we hebben vandaag Jos Hermans in de studio, die voor ons hele lekkere gerechten gaat koken. Jos, ik kom naar je toe. Pak de microfoon. Wat ga jij allemaal. Daar ben ik. Ik moet even een ommetje lopen. Leuk dat je er bent. Pasen komt eraan. Lente. Jij gaat gerechtjes maken voor ons. Inderdaad. Een aantal gerechtjes maken. Zal ik hem al een zakje anders zo. Wat ga je maken?
We gaan een lekker voorgerechtje met zoetzure asperges maken. Ja. En de hoofdgerecht een stukje lam, want dat is uiteraard ook in deze tijd wordt dat veel genuttigd. En als dessert een lekkere, echt paasdessert. Ja. We gaan de eitjes dadelijk leegmaken, die gaan we weer opnieuw vullen. Ja. Dus krijgen we echt een mooi paaseitje en dan lekker als dessert. Is dit voor mensen thuis ook makkelijk te maken? Of heb je nu gerechten waarvan je denkt van nou, die komen zo even uit mijn culinaire mouw? Ja, ze komen wel uit mijn mouw, maar ze zijn ook thuis heel makkelijk te maken. Het is een kwestie van voorbereiden waar ik nu mee bezig ben. En dan zullen we dadelijk zien als we de gerechten gaan maken dat ze echt heel snel klaar zijn. Ja, want de recepten zijn overigens van Jos op de website www.omroepdommeland.nl te lezen na deze uitzending. Dus dan kunnen de mensen ook precies hopelijk jouw... Staat ook de bereiding bij hoe het gemaakt moet worden, dus ja. Het komt vast allemaal goed. Ben jij ook een Twitterkoning of niet? Ik ben heel lang actief geweest op Twitter. Ik was Twitter koning van de boswachters. Ja. Ik van de horeca in Nederland. Ja. Het is nu een stuk minder. Okay. Op een gegeven moment, ik ga het een beetje ervan af. Ik kom straks een paar aantal keren bij jou terug. Ik wil natuurlijk wel proeven ook. Want ja. Daarvoor... dat willen wij natuurlijk het liefste. Zet hem op. Het ziet er prachtig allemaal uit nu al. Dus ik kom zo dadelijk bij jou terug. Helemaal ja? Ja. Goed zo. Dan gaan wij weer... Ik moet ondertussen heel even tussen alle cameramensen door. Weer terug naar de bank. Want er zijn een paar mensen aangeschoven. Ja. Kijk. Nou, gezellig. Hallo. Hè? Ja, hallo. Bonjour. Ja, 28 maart, tweede paasdag, wordt er weer in Liemt. Zoals vele mensen weten, de Boerenmecht georganiseerd. En iets waar vele mensen ook buiten Boksel en Liemt op afkomen. Een ware spektakel. Om daarover te praten bij mij op de bank Lelle en Belle en Rien van der Laar, voorzitter comité Boerenmecht. Dat is inderdaad juist. Je zit hier tussen Lelle en Belle. Ja. Van waar dat? Ja, dat weet ik zelf niet, want ze zijn allebei uitgenodigd natuurlijk. En ik weet dat hun als figuranten op de Mert rond zullen lopen. En met rondleidingen doen we samen Arnold van den Broek. Ja. En dat zal op een heel mooie manier gaan, denk ik. Hey, Rien, even voor de mensen die het niet weten. Sinds wanneer bestaat de Boerenmecht? Sinds 1973. Sinds 1973? Ja, inderdaad. Wauw. En dat is één keer niet geweest, verband met de MKZ-crisis, Monteclausie-crisis. Ja. Dat was in 2001, dus we zitten nu met de 44e Boerenmecht. En hoe lang ben je al verbonden aan de Boerenmecht? Ik zelf. Ja? Ja, van 2008 af. Oké. Okay. En wat maakt voor Rien de Boerenmert zo bijzonder dan? Ja, de Boerenmert is bijzonder. We hebben dus een hele leuke sfeer altijd, ook binnen het comité. Ja. Maar ook naar buiten. Wij proberen altijd vernieuwing en verbreding te zoeken, ieder jaar voor de Mert. Want ik hoor vaak zeggen, ja, maar het is ieder jaar hetzelfde. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want als je blijft zoeken, dan vind je altijd wel iets nieuws. Onder andere Lelle naar Belle langs mij, vandaag iets nieuws. Ja. Ik kom zo bij Lelle en Belle ook terug, hoor. Of ik ga jullie ook zo wat vragen stellen. Maar, Rien, hoeveel mensen zijn er eigenlijk bij dit event betrokken? Nou, je moet tellen dat wij ongeveer rond de 250 vrijwilligers hebben. Op de dag zelf? Op de dag zelf en ook daarvoor ook. Hè. Dus er moet nogal wat gebeuren voorafgaand aan de markt. Ja, want hoeveel voorbereidingstijd heb je eigenlijk nodig voor zo'n... Nou, wij als comité beginnen al in september. En dan vergaderen we niet elke week, maar toch wel elke maand. Ja. En nu kort bij de markt, nou is voor de finale. Ja. We zeggen het is nou voor het gebeurd, zeg maar. Maar als we nou nog iets moesten regelen, dan waren we te laat natuurlijk. Maar in elk geval, je moet tellen dat wij heel intensief bezig zijn geweest als comité om alles op de rails te krijgen. En naar de vernieuwing en de verbreding te zoeken die wij eigenlijk wensen. Ja. En Rien, loop jij daar iedere dag zo in dit prachtige kledij? Ik loop met deze kledij nooit, alleen met de Boerenmecht. Maar ik heb ze alleen aangedaan om te laten zien hoe dat eruit kan zien. Ja. Vertel, wat is er allemaal te doen dit jaar? Ja, wat is er allemaal te doen? Het is, er zijn verschillende dingen die heel veel mensen de gewenning hebben. Maar om maar eens te beginnen, de vernieuwing dan met deze. De mensen die kunnen met de kinderen vanaf het station Boksel. Met een treintaxi, en de treintaxi is niks minder dan een huifwagen, kunnen ze gratis naar de markt komen. Dus die sluit aan op de treinen, ja. Dus de tijdstippen treinen arriveren en ook weer terug.
Ja. Dus mensen uit Boksel, onder andere, die zouden dus met de kinderen naar het station kunnen komen. Dan komen ze gratis in Liemde. Wauw. Dat is leuk. Dat is wel heel bijzonder, ja. Dat is echt leuk. Maar hoeveel huifkarren hebben jullie dan wel niet? Nou, dat kan met één, sorry, dat kan met één huifkar kan er geregeld worden. Oké. Okay. Want dat, ik weet, als de boer Mert is, ik ben zelf, heb mijn eerste jeugdjaren doorgebracht in Liemte. Ik liep ook als kleine buurke op deze dag rond. Er komen ontzettend veel mensen op af. Hè? Dus het is echt een groot spektakel. Kun je een schatting maken hoeveel mensen er eigenlijk op zo'n dag nou, in wij Liemte gokken, aanwezig zijn? Wij gokken op 15.000 mensen. Dat hopen we. Ja. Van buiten Liemte? En... Ja, er zijn ook Liemtenaren bij en ook kinderen natuurlijk ook. Waar ik wil zeggen, als je dadelijk 10.000 betaalde bezoekers hebt, dan is geslaagd. Mm-hmm. En dan zijn er kinderen die gratis komen en ook andere, ja, die zullen er niet bij. Ik wil zeggen, maar dan komen toch gauw aan de 15.000 personen. Zo. En ik hoorde ook, er loopt een jury dit jaar rond. Ja, dat is ieder jaar. Die gaat dus het mooiste geheel, de mooiste kraam. Daar is een wisselbeeld. Mm-hmm. Dat is Timpermina. Mm-hmm. En Timpermina is niks anders dan timperen. Voor degene die weet, dat is een mevrouw die in een pan roert. Hè, dus beslag klopt hè, voor de struif. En ja, goed, ik wil zeggen, dat is ooit uit beeldenis is die in brons gegoten. En dat wisselbeeld dat gaat dus van kraam of van jaar naar een andere kraam. Echt? Echt? Ja, want Lella en Bella, op de site van de Boeren Mert staat, ik ga hem voorlezen. Het wonderlijke damesduo Lella en Bella neemt u mee voor een hilarische historische wandeling door Liemte. Klik, Liemt, selfies van nu naar oud. Ja. Wat gaan jullie precies doen deze editie? Als jij dat toch zo voorleest, hoeven wij toch niks meer toe te voegen. Is dat zo? Nou, dat klinkt wel heel mooi, maar ja. Ik wil toch even op onze meneer Arnold introduceren. Want ja. Zonder hem zijn wij eigenlijk ook helemaal niks. Ik weet niet op welke camera. De camera. Ja, dit is de meneer Arnold en die doet de rondleiding. En dat is helemaal gratis. Dan moeten we gewoon even heel snel bijzeggen hè, dat het gratis is. Want daar zijn we nogal zelf op voor. En met ons heel veel mensen. En er wordt... ja, een ontzettend mooie wandeling door over de boerenmarkten. En we gaan de mensen met andere ogen eens laten kijken naar de boerenmarkt. Wij hebben het gevoel, we lopen over de boerenmarkt en we lopen naar de struif en naar de snert. Zeg ik dat goed? Ja, de snert. De struif en de snert. Oh, ze hebben, ja, het blijft live televisie. Oh. Hè? Ze hebben af en toe hier problemen. Misschien kun jij hem overnemen. Ja, ik neem meteen over. Want nou, ja, is bel een keer aan het woord. Krijg eens een keer de kans dat de microfoon niet aan. Ja. Dat vind ik echt sneu. Nee, dan, normaal gaan de mensen naar de struif en naar de snert. En meneer Arnold, die weet alles van de boerenmert. Ja. Van het gebied in de boerenmert. En hij gaat wat vertellen over die highlights van de boerenmert. Ja. Waar we normaal voorbij lopen en denken van nou het is snerttijd. Gaat hij echt hele speciale dingen laten zien. Zo heeft hij onder andere bijvoorbeeld... Dan niet die alles gaan verklappen hè? Nee, niet dat hij broek omhoog moet doen. Je broek omhoog? Ja, of hij gaat hem laten liggen. Of hij broek omlaag, maar, dat weten we niet, maar ik denk maar, zijn broek gewoon omhoog. Ja, ja. Nee, maar meneer Arnold heeft een heel speciaal litteken ergens. Ja. Oh. En heeft hij dus vroeger opgelopen. He, ergens dacht ik bij het spelen met... Ik heb al een keer gezegd tegen haar, dat is niet zo interessant. Hoor. Nou, krijgt u normaal niet te zien hoor. Nee maar wij gaan, kijk jij vertelt net Geert, ja. Dat jij ooit op de Boerenmarkt rond hebt gelopen. Ja. Ja. En jij in je pakje en jij hebt daar lol gehad. Nou, exact. Heel veel mensen die hebben daar rondgelopen, maar daar hebben wij te weinig foto's van. Dus wat hebben wij gezegd? Wij gaan selfies maken van zoveel mogelijk mensen op de boerenmarkt. Ja. Dus ook heel veel publiek. Ja. En op het moment dat we al die selfies hebben, die komen allemaal in het archief van de boerenmarkt. Herin? Ja, inderdaad. Allemaal op jullie site. En daar is een grote. Ze zijn wel doortastend, hè? Ja, ik kijk het er al. Ja, maar dat weet hij, hè? Je hebt wel een grote glimlach op je gezicht. Ja. Ik ken ze langer vandaag. Je voelt je prettig tussen die twee vrouwen, of niet? Ja, dat maakt niet uit. Het wordt alleen maar erger, hoor. Het is maar goed om maar 12 minuten omhoog op te pakken. Ja. En dan uiteindelijk dan hebben we al die foto's, die leggen we neer bij de boerenmarkt. Ja. En die worden dus vanzelf oud. Ja. Op een dag worden die oud. Ja. En dan zijn dus iedereen die op de foto staat,
Die zit dan in het archief en die kunnen we, over, als de boer met 50 jaar bestaat of 60 jaar bestaat, kunnen we onszelf zoeken op de boermeld. Vonden jullie nou echt dat er iets nieuws nodig was dan? Of hoe zijn jullie hier... Jij wel, Erin? Nou, wij hebben niet zozeer dat bedacht dat er iets nieuws moest, hè? Nee. Nou, ik heb net al gezegd, wij zoeken steeds naar vernieuwing en verbreding. Ja. Want de mert die traditioneel is, als nostalgische mert, die onderscheidt zich ten opzichte van vele andere boerenmerten die er nog wel ergens zijn, ja. Die anders in elkaar zitten. Wij hebben alleen het oude nagebootst van de jaren 20 tot 40. En het is heel jammer dat de gasten die komen ook niet verkleed zijn, maar alle vrijwilligers, die zijn in tenue. Zoals ik nou vandaag ben. Ik ben dan vandaag in boerenmerten nu. En die anderen zijn daar allemaal al naar hun eigen idee waar ze past. Ja. En net als de struiven en de snert, die worden alles nog via grootmoeders recept bereid. En dat moet je niet onderschatten hoor. Dat is nog een hele aparte smaak die iedereen aan te bevelen is. Je hebt allemaal foto's bij je, zie ik. Ja, nou, dit is zo'n klein voorbeeldje. Hè. We hebben wat van meneer Arnold foto's gekregen. Maar dit zijn dus oude foto's. Ja. Op welke camera? Op camera 2 krijg ik door. Nou, dit zijn dus oude foto's. Nou, wie daar precies op staan? Ja, ik weet het niet precies. Maar Rien weet het wel. Ja, ik ken ze wel. Rien kent ze allemaal. Ik heb die leeftijd dan nog niet helemaal bereikt die Rien wel heeft. Maar dit willen wij een beetje nabootsen. Dat we zeggen van, nou, er zijn zoveel mensen op de boer. Ik moet stil bellen, want anders kunnen ze me niet in beeld brengen. Ja, gaat het nu zo? Ja, mooi. Oh, anders mag je het ook overnemen, hè? Nee? Nee, maar het heeft al gelijk, hoor. Ja, ik ben nogal bewegelijk in alles. Maar wij willen gewoon heel veel mensen met onze selfies er vastleggen. En dan gaan we kijken inderdaad hoe het is. En zeg nou zelf, dit is toch fantastisch mooi om dit terug te zien. Zo'n foto. Ja, we hebben er echt heel veel. Hier hebben we bijvoorbeeld, die ken ik dan weer wel. Dat is Kees van der Loo. Oh ja. En die heeft allemaal de tanden staan te trekken bij mensen. Ja. Och, god. Ja, het symbolisch. was echt. Ja, ook symbolisch. Hey, dat had ik hier helemaal niet door. Ik wil je niet interroperen, maar is dit een eenmalige actie of zijn jullie volgend jaar weer van de partij? Nou, het kan best zijn dat ze zeggen, kom maar nooit meer terug. Ja. Maar ja. Het kan ook zijn van dat ze zeggen van, weet je wat, daar houden we erin. En misschien in een andere vorm of een andere. Maar dat er meer foto's gemaakt moeten worden die nu nieuw zijn en vanzelf oud worden, dat is voor ons... Buiten kijk. Waar gebruik je die tweede bril voor eigenlijk op je hoofd? Als ik het allemaal niet meer zie zitten, dan zet ik hem erbij. Okay. Mogen wij nog een selfie? Ja, wacht, ik wil Rien nog even iets weten. Rien, wat is jouw allermooiste herinnering eigenlijk aan de boerenmerk? Nou, durf het eens te zeggen. Rien, gooi het eruit, Rien. De herinnering is een tijd terug geweest. Ja. Maar voordat ik voorzitter was van het comité, hebben wij jaarlijks meegedaan met een trekpaard om dus te dorsen of iets anders, zelf met een malle jangersjout. Ja. En we hebben ooit koeien laten melken, gewoon levende koeien, gewoon met de hand de kinderen laten melken en dat is het mooiste wat er is. Ja. Want de meeste kinderen die denken dat de melk van de fabriek komt, maar die komt echt uit de koeien. Nou, ik ben het mooi. Helemaal met jou eens. Zeker weten. En zeker mensen, kinderen die in de stad wonen. Daar valt zeker nog... Dus ik heb al jaren meegedaan, dus, dat betreft. Ja. En Lella Bell, ik denk dat jullie mooiste herinneringen dit jaar gaan... Ja, het is elk jaar komt het hoogtepunt eraan. Ja. Ja. Zullen we nog een selfie maken? Ja, vind ik echt leuk. Kom. Even kijken of ik hem aan kan krijgen, want het is altijd weer even... Ja. Ja? En dan, ik kom maar bij jullie zo... Ja, weet je, dan doen we hem zo. Ja. En als er dan even iemand van de cameramensen op een knopje kan drukken, want ik kan mijn naam is niet... Oh, zal ik het doen? Kan je erbij? Ja! Nou, Lella Bell en Rien, ik wens jullie ontzettend veel succes. Dank je wel. Met de boerenmet. Dank je wel. Ja. Jos, ik kom weer terug naar jou. Ja. Jos, vertel. Wat ligt hier? Nou, ik heb ineens... Sorry. Ik heb een eerste voorgerechtje gemaakt van Nederlands graslam. Ja. We zitten, daarop zitten gemarineerde courgette, aubergine en wat rode ui. Ja. Leg een beetje frisse salade op. Ja. Leg daar nog een zwarte besje bij, dat maakt het helemaal heel compleet. Ja.
Dus je ziet, zit hier op de brieven kijken. Ik heb een klein beetje moeten improviseren, maar dat leek je straks wel even uit. Nee. Maar wat, dit, je zegt, dit is een soort van carpaccio-achtig? Tartaar is het eigenlijk. Tartaar is eigenlijk rauw vlees. Ja. Magere gedeelte van het vlees. Ja. Snij je in hele kleine blokjes. Dan doe je wat een klein beetje peperzout, een beetje marinade erin. Ja. En dat is dan heel lekker om... Ik mag het proeven ook? Wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Kun jij de microfoon vasthouden? Oké. Okay. En je hebt dit aangemaakt met? Dus met een klein beetje azijn, olie. Ja. En een klein beetje basissaus, lamsuur eigenlijk. Oké. Okay. Yes! Lekker! Heel lekker. Goeie smaken. Heel lekker. Wat ik me afvraag, wat doe jij behalve koken nog meer in het dagelijks leven? Ja, heel af en toe kook ik nog, maar ik ben op dit moment bedrijfsleider van een restaurant in Eindhoven. Mm-hmm. In het welbekende Strijpes in Eindhoven. Ja. Het restaurant is een onderdeel van Stichting Robin Hood Eindhoven. Mm-hmm. De stichting heeft als doel om mensen op te vangen die een bepaalde afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die leiden op voor horeca en aanverwante bedrijven. En met het doel om ze te laten uitstromen naar een betaalde baan. Ja, wauw. Je hebt nu dit gemaakt. Wat wordt het volgende? Volgende gaan we met asperges aan de slag. Ga je met asperges aan de slag? Ja. En je denkt dat het gaat lukken binnen de tijd? Ik hoop het. Ligt eraan hoe lang jij erover doet. Goed zo. Nou, zet hem op. Ik kom zo weer bij jou terug. Ziet er echt prachtig uit. Je hebt ook gelijk een flesje wijn. Ja, ik zal dadelijk een glaasje voor je regelen. Helemaal goed. Okay. Hey, dankjewel, ik ben zo bij je terug. Daar ben ik weer. Er was de afgelopen weken, of er is eigenlijk de afgelopen weken, redelijk wat te doen geweest aangaande het parkeerbeleid hier in Centrum Boksel. Veel mensen hebben hun mening daarover gegeven, voorstanders, tegenstanders. Wij hebben daar in de vorige uitzending ook aandacht aan besteed. Voordat we het item hierover gaan openen, heb ik toch een klein iets wat ik wil vertellen. Iemand van de redactieleden heeft vanmiddag de wethouder van Wanrooij gesproken. De vraag die wij aan hem hebben voorgesteld is: hoe groot acht u de kans dat er wijzigingen zullen worden aangebracht in de parkeerbesluiten? Het antwoord wat wij daarop kregen van de heer van Wanrooij was: dit heeft alles te maken met de zienswijzen die worden ingediend, met goede zienswijzen. Daar doen wij ook iets mee. Het zijn voorgenomen verkeersbesluiten. Als men het niet eens is met een van de 18 besluiten, moet men zeker een zienswijze indienen. Dit moet goed beargumenteerd worden. Heeft men hier hulp bij nodig, dan neemt men contact op met een ambtenaar en krijgt men hierbij ondersteuning. We zijn er echt om de burger te helpen. Aldus wethouder van Wanrooij, vanmiddag in gesprek met een van onze redactieleden. Hij stelde ook dat Peter Beesema juridisch gezien alle vragen kan beantwoorden namens de wethouder. Nou, daar zijn we hem natuurlijk hartstikke dankbaar voor dat hij dit antwoord heeft gegeven. Dit kaartje weg. Over het parkeren en het centrum te praten, bij mij op de bank voor tegenstanders Lisette van den Boogaard, Ineke van Es en Peter Beesema. Dankjewel, welkom beleidsmedewerker verkeer. Voorstander, tegenstander. Tegenstander. Voorstander. Nee. Ook tegenstander. Ook tegenstander. De voorstander durfde niet te komen. Echt waar? Denk ik. Heb ik nog niet meegekregen van de redactie. Serieus niet? Nee. Die heeft afgemeld. Oh joh. Heb ik wel meegekregen. Oh god. Ik kan me voorstellen als tegenstander dat u de laatste weken veel uren in zijn geslopen in dit geheel. Kunnen jullie vertellen wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is? Nou, op het moment dat wij een brief in de bus kregen. Ja. Toen schrokken we ons lam en toen heb ik contact opgenomen met Ineke en toen hebben we zijn we actief geworden, onder andere op een Facebookpagina. Ja. En toen merkten we al heel snel dat er heel veel mensen erop tegen waren. Ja. En zo is het baltje aan het rollen, dan rol je van het een in het ander. Ja. Mag ik vragen in welke wijk jullie wonen? Ik woon in, in sectie 1. Sectie 11 suite. Zeg gewoon waar je woont. Raaphof. Okay. Vlakbij de Prins Hendrikstraat. Ja. En toen ik die brief dus in de bus kreeg, toen had ik zoiets van, wat krijgen we nou? Ja. Ik heb helemaal geen parkeerprobleem. Straks krijg ik een parkeerprobleem. Want ik kan mijn auto niet meer kwijt. Want in mijn straatje, er kunnen maar 8 auto's staan. En er zitten meer dan 20 eigenaars.
En er zijn een aantal mensen uit ons straatje die hem dan bij Albert Heijn zetten. Maar dat is dan ook niet meer mogelijk, want er wordt blauw gezonden. Ja. Dus ik had zoiets van, hè? Ik heb geen problemen, ik krijg er een en ik moet er nog voor betalen ook. Ja, ja. Toen sloeg de stoppen door. Ja. Toen werd ik echt heel boos. En mag ik vragen wat u... Ja, ik woon in Stationsstraat. Ja. Dus waar het allemaal begonnen is eigenlijk het probleem. Ja. En ik kreeg die brief in de bus en ik dacht, wat is dit? Ja. En ik heb even dat kaartje bekeken. Ik dacht, nou, niet belangrijk of zo. Ik kon niet zo goed duiden. En toen ben ik nog eens een keer gaan kijken. En toen schrok ik ook ontzettend. En mede omdat er ook in de brief stond dat dit samen met ons besloten was. En dacht ik van, heb ik iets gemist? Want waar? Ja. Hè? Dus ik ben op onderzoek uitgegaan. En ik heb wel in 2010 ooit een brief ontvangen. Wij willen een bewonersavond organiseren. Voor de wijk Breukelen-Zuid. Ja. En dat, ik weet niet of het erbij stond of dat ook over parkeren ging, maar ik had zoiets van, ja, ik heb geen probleem in mijn wijk. Ik heb ook geen parkeerprobleem. Dus ik ben daar verder niet meer heen gegaan. Mm-hmm. En toen kwam deze brief in de bus en toen dacht ik, was ik toch maar naar die bewonersavond gegaan. Maar ja, dat was 2010 en we zitten nu in 2016. 16, 6 jaar verder. Maar ik ben alle stukken gaan lezen. Ik heb de klankbordgroep personen die dan in de Stationsstraat woonden en in de Kasteelaan. Want ik parkeer eigenlijk altijd aan de Kasteelaan in het Hofje. Dat is een hofje. Daar heb ik informatie over ingewonnen. En toen kwamen er een aantal dingen uit dat waar ik me over verbaasde. En dat was met name dat er eigenlijk sinds 2013 of 2014... hebben beide personen van de klankbordgroep eigenlijk heel lang niks meer gehoord. Er is wel gesproken over parkeervergunningen, maar er zijn nooit beslissingen uitgekomen. Er zijn nooit plannen uitgekomen van zo gaan we het doen. Dus ook diegenen waren heel verbaasd over die brief. Ja, ja. En vooral ook boos eigenlijk. Mag ik vragen aan jullie wat het jullie gaat kosten? €110 per jaar. Ja, en wij hebben 2 auto's, dus dat wordt nog eens zoveel. Ja. En we hebben geen probleem. Nee. En er wordt nu ook gezegd, ik kom trouwens dadelijk bij u hoor, meneer Bees, maar want ik geef iedereen het woord. Niet dat u denkt dat ik u geen vraag heb. Oké. Er wordt gezegd, er moet een zienswijze kun je indienen. Wisten jullie hoe dit werkt? Nee, maar door te speuren en met elkaar te overleggen. Het stond wel in de brief. Maar ik vond het zo raar dat er in de brief stond zienswijze en geen bezwaar. Ja. Dus daar ben ik ook achteraan gegaan. Toen bleek dat het besluit eigenlijk al door de raad genomen was. En dat BMW alleen nog een voorgenomen besluit had genomen. En dat betekent vaak dat zij de uitvoering moeten doen. Dus het besluit wordt genomen door de raad en dan moet BMW het uit gaan voeren. Maar voordat ze het uit gaan voeren, moeten die zienswijzen ingediend worden. Dus eigenlijk is het besluit door de raad, en jullie weten allemaal dat de raad de basis in een dorp of in een gemeente, is eigenlijk al besloten. Ja. Maar goed, dus wij hadden zoiets, we moeten zorgen dat er heel veel zienswijzen komen, want dat is de enige manier waarop er eventueel nog verandering in kan komen. En met name omdat we het ook heel onrechtvaardig vinden wat er gebeurt, want wij betalen in feite het parkeerprobleem in Boxtel. Dat zie je uit exploitatie. Er is vorige week ook een brief geschreven in het Brabant Centrum daarover. Dat wij eigenlijk het hele probleem wat daar ligt, wat nog niet eens door de bewoners veroorzaakt wordt, maar door een NS-parkeerterrein, dat wordt door ons bekostigd. Helemaal. En dat klopt niet, want wij zijn niet de veroorzakers. Er zijn forensen die komen, die een auto niet kwijt kunnen omdat de NS betaald parkeren eist. En die zetten hun auto in onze wijk. Ja. Dus dat is grofweg het probleem. En wij moeten dan dat hele plaatje van vergunningen en handhaving, bordjes, inloggen, daar zullen we het ook nog over hebben. Dat komt eigenlijk op onze schouders. En dat is gewoon, dat voelt als onrechtvaardigheid. Ja. Nou, alles wat er omheen zit, zoals bijvoorbeeld het inloggen voor bezoek, want je krijgt dan zoveel uren bezoek, mag je gratis krijgen, maar dan moet je dus met je telefoon alle kentekens van elke bezoeker. Dus als je feestje hebt, heb je het heel druk. Niet alleen met taart en koffie, maar ook met invoeren van gegevens, van kentekens. En als ze weggaan, moet je weer uitloggen. Ja, daar zijn inderdaad vragen over.
Meneer Bezema, welkom. Fijn dat u er bent, ook namens gemeente Boksel. Ja, heel graag gedaan. We hoorden dat u de juridische ook de antwoorden kan geven. Ja. De parkeerbesluiten zijn ontstaan eigenlijk uit een visie van 2012. Dat klopt. De tijd heeft inmiddels niet stilgestaan, wat de dames ook zeggen. We leven inmiddels in het jaar 2016. Zou het niet beter zijn als gemeente om te zeggen, nou, we doen even een stap terug. We luisteren naar de bevolking, naar de ondernemers. En vanuit daar gaan we kijken weer verder naar een visie hoe we Boksel weer een uitnodigend centrum kunnen maken. Dat zou inderdaad kunnen. En dat gaan we ook doen. We hebben straks inloopmiddagen, avonden. Mm-hmm. Dat zal volgende week georganiseerd worden. Mm-hmm. En dat staat ook straks op de website van de gemeente Boksel, www.boksel.nl. Mm-hmm. Dat staat er meteen op de openingswebsite. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel een plan uit 2012 en dat heeft ook een bepaalde tijd nodig om uit te voeren. Mm-hmm. Zoals we inderdaad ook veel geluiden horen, tegenstanders, zo horen we ook heel veel voorstanders ook nog steeds. Yeah. Van alsjeblieft voer het ook uit. En dat is niet gemakkelijk natuurlijk, dat als je inderdaad twee groepen hebt die wat ook tegenstrijdige geluiden laten horen. Ja, ja. Ik snap wat u zegt, een plan uit 2010-2012, vandaar praten we eigenlijk over. Ik zei in 2012, ja. 2010 zijn eigenlijk de eerste gesprekken ontstaan. Klopt. Daarin lag inderdaad het probleem bij de NS. Nu heb ik begrepen dat de NS zich als voorwaarde had gesteld, hè, destijds, van dat ze dat het probleem alleen zouden willen oplossen, mits er een parkeervergunning plan zou komen richting het centrum. Oftewel, vanuit mijn journalistiek oogpunt, zeg ik dan, heeft de NS eigenlijk te maken met de bepalingen van de gemeente en het parkeren binnen een gemeentecentrum. Mag dat eigenlijk? Ja, dat mag absoluut. De NS heeft aangegeven dat destijds Q-Park in 2008, er ging de slagboom omlaag. Mm-hmm. Toen werd er betaald parkeren ingevoerd. Yeah. De gemeente zou in het verleden al ook parkeervergunningen ingevoerd hebben. Yeah. In 2006, daar is in 2008 toch van afgezien. Als gevolg daarvan zag je toch dat uit parkeeronderzoeken blijkt dat daar meerdere treinreizigers, forensen, gingen staan in het in de wijk, met name in de wijk Breukelen-Zuid. Ja. En tegelijkertijd waren ook nog een aantal andere parkeerproblematieken in het centrumgebied. Ja. En daarom hebben we het ook zo breed opgepakt. Ja. Dat in 2008 en 2009, ja, toen werden we echt ook vaak gebeld met parkeerklachten in de woonwijk. Ja. En uit de parkeeronderzoeken blijkt dat er ook meer dan 200 treinreizigers gingen staan in de directe omgeving van het station. Ja. En daarom hebben we in 2010 ook de eerste avond belegd voor de bewonersavond van jongens. Mm-hmm. Hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Ja. Ja. Maar we zien, bewoners geven eigenlijk hedendaags aan van nou, de problemen zijn inmiddels opgelost. Is het dan niet enigszins achterhaald nog om nu nog een plan door te voeren uit 2010-2012? Op zich snap ik dat het probleem nu is opgelost, want er zijn 64 parkeerplaatsen naast de fietsenstalling die aangelegd zijn door de NS. We hebben ervoor gekozen om die parkeerplaatsen toch toegankelijk te maken. In 2013 is het parkeerverbod in Ladonk is ingegaan. En toen dachten we dat parkeerterrein aan centrumzijde, dat moet echt opengesteld worden. Want als de forensen uit Ladonk aan deze kant van het centrum gaan staan, dan hebben we de poppen helemaal aan het dansen. Dus hebben we gezegd, we proberen zoveel als mogelijk parkeerplaatsen toegankelijk te maken. Ondanks dat op dat moment het nog niet helemaal mocht, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dit is in feite een van de stappen in de uitvoering van het totale centrumplan. Mm-hmm. Ja. Die forensen uit Ladonk, die parkeren toch gewoon op het parkeerterrein van het bedrijf waar ze werken? Dat zou je denken. In 2010 en 2011, toen wij gesprekken hadden met de mensen in Ladonk, daar zag je heel veel mensen toch parkeren langs de straten van Ladonk. Dat gaf toch wel wat verkeersonveiligheid. En de web destijds, zoals het toen nog heette, die vroeg er ook echt om dat parkeerverbod.
En dus dat betekende in feite ook dat er te weinig parkeerplaatsen waren op het bedrijventerrein Ladonk. Dus we hebben toen destijds ook gesproken met de bedrijven dat zij onderling tot bepaalde oplossingen zouden gaan zoeken. Maar daarvoor was wel ook tegelijkertijd dat parkeerverbod nodig. Ja. Zodat het mes aan twee kanten zou snijden. Ja. Ja. Het lijkt er wel langzaamaan op dat we het centrum min of meer willen om gaan dopen tot een soort historisch centrum, heb ik de indruk. Waardoor in een historisch centrum zo min mogelijk autoverkeer meestal is of aanwezig is. Ja. Maar dit strookt natuurlijk, naar mijn inziens, niet echt met een bruisend en leefbaar centrum. Ja, het is een integraal plan. En dat is natuurlijk lastig uit te leggen in zo'n korte tijd. Maar het bruisend en leefbaar centrum, dat moet natuurlijk ook goed auto bereikbaar zijn. En bereikbaar zijn voor de fiets. Mm-hmm. Maar ook de vindbaarheid van parkeergelegenheden. Ja. Er zijn natuurlijk locaties waar het parkeerprobleem op dit moment groter is dan andere locaties. Ja. Kijk eens naar de Burgakker. Daar zijn de parkeerproblemen echt navenant. Mm-hmm. Dat als je op zaterdagmiddag thuis komt als bewoner, dan weet je zeker dat als je op de Burgakker woont, dat je daar niet kan parkeren. Mm-hmm. Als voorbeeld. Dus wij willen het voor de centrumbezoeker ook zo makkelijk mogelijk maken om een parkeerplaats te kunnen vinden. Daarom dat rondom de Monsieur Bekkerstraat mm-hmm. en in de binnentuin, dat daar ook extra parkeerplaats is voorzien. Om juist voor de centrumbezoeker ook het vindbaar mogelijk te maken. Nou, als u dan allemaal parkeervergunningen maakt, dan denk ik dat een centrumbezoeker nergens meer kan parkeren. Want al die parkeerplaatsen zijn voor vergunninghouders. En iemand die daar toevallig op bezoek komt en die vergunninghouder is naar zijn werk, dan staat de parkeerplaats helemaal leeg. Dus wij hebben als bewoners stellen dus ook voor waarom nooit gekozen voor blauwe zones. Dat is ook voorgesteld in de klankbordgroepen. Heeft dezelfde effecten als een vergunninghouder. Je zou ook ontheffing kunnen krijgen voor bewoners. Want dat is, die optie is gedaan, is nooit iets mee gebeurd. En dat zijn eigenlijk veel aangenamere oplossingen dan die parkeervergunningen. Dan heb je bezoekers er ook, die kunnen in ieder geval 2 uur parkeren. En als ze dan nog een keer teruggaan en ze verzetten die schijf of weet ik wat. Maar nu heb je volgens mij een veel groter probleem. En daarnaast jaag je iedereen op kosten, wat eigenlijk helemaal niet eerlijk is. Ja, dat wil ik graag berichten. Ja, ja. Kijk, als je overal in het centrum in de Breukelen-Zuid blauwe zones zou invoeren, dan zou je in plaats van met vergunningen met ontheffingen gaan werken. De mm-hmm. werking is in feite dan hetzelfde. Een ontheffing gaat om de vorm krijgen van een vergunning. En de prijs zal dan ook navenant hetzelfde zijn. Omdat de functie in feite hetzelfde is. Want je mag er maar 2 uur parkeren en alle bewoners dienen dan een ontheffing te krijgen. Mm-hmm. En we hebben het ook besproken in de klankbordgroep destijds in 2010, 11 en 12. Yeah. Van misschien is parkeerschijf in het hele centrum ook wel een goede. Maar daar kleven meer nadelen aan dan voordelen. Mm-hmm. En ook in de klankbordgroep is met grote voorkeur gestemd voor parkeervergunningen. Dat is niet waar, meneer Beesema. Dat is echt niet waar wat u nu zegt. Dat schrijft u netjes in uw voorstellen naar de raad en in uw BMW-adviezen. Ja. Maar dat is er nooit uitgekomen. Ik heb echt die personen zelf gesproken. We hebben nooit gekozen voor parkeervergunningen. Dat is er uitgekomen omdat u zich klemgereden heeft met de NS. De NS eist een parkeerregime omdat ze een fietsenstalling hebben neergezet op kosten van de NS. En dan moesten jullie een parkeerregime invoeren. En dat parkeerregime konden ook blauwe zones zijn. Maar wie die parkeervergunningen nou bedacht heeft, dat is de vraag. Is dat de NS geweest of is dat gemeente Boksel geweest? Maar de klankbordgroep heeft nooit voor parkeervergunningen gestemd. En zeker niet voor die prijs. Sorry, ja, je mag antwoorden. Ja. Ik zou niet weten waarom ik daarover moet gaan liggen, eerlijk gezegd. Dus, ja. Laten we dat in het midden. Ja, waar het mij om gaat. Communicatie, heel ander onderwerp eigenlijk in dit geheel. Er wordt gezegd, 2012, 2015 zijn er meerdere avonden geweest dat mensen over dit geheel. Hoe kan het zijn dat er dermate weinig mensen zijn die hiervan af weten? Kijk, ik praat in deze stel dat het er 5 waren geweest, dan snap ik hem. Maar we praten hier over honderden mensen die niet weten dat deze avonden geweest zijn. Ja, dat betreft ons ook zeer, zeker. En dat is ook jammer. Ondanks dat hebben wij van alles geprobeerd om mensen te bereiken en maar om wat mee dan te praten. Ja. Wij hebben informatieavonden georganiseerd. Dat valt ook allemaal te zien op de website. Jawel, maar waar worden die kenbaar gemaakt?
We hebben mensen aangeschreven. Met nou, brieven. Ons niet. Nee. Eén moment, even weer bezig. Ja. Ik wil even laten praten. Ja, wij hebben mensen uitgenodigd voor informatieavonden. Ook inderdaad in 2010 en 2012. Ja. Ook de klantwoordgroep heeft verschillende momenten bij elkaar gezeten. Ja. Ook zelfs in 13 en 14. Ja. We hebben presentaties gegeven. We hebben het Jacob Roetland Lyceum hebben we mensen uitgenodigd om te komen praten. Ook over de visie in hun wijk. Dus er zijn verschillende momenten geweest waarop wij zoveel als mogelijk hebben proberen te communiceren. Kijk, dat neemt niet weg dat het feit dat er ook veel mensen zijn die het niet weten. Mm-hmm. En op het moment dat je inderdaad mensen echt heel concreet huis in huis een bepaalde brief stuurt, dan kan dat ook inderdaad tot commotie leiden. En dat, mm-hmm. dat gebeurt in feite altijd bij dit soort plannen. Mm-hmm. Ik wil het niet bagatelliseren, maar het gebeurt bij dit soort plannen. Maar dat had beter snap ik. Sorry, ik wil jou heel even interruperen. Snap ik. Maar ik lees op de website en mijn redactieleden lezen op de website. Mijn redactieleden lezen op de website. Dit hele traject bestaat uit 5 fases. En in fase 5 staat pas, we gaan de burgers informeren. Dat betekent, dat gebeurt pas nadat de raad een besluit genomen heeft. Ja. Dat is, we hebben de burgers hebben wij op verschillende manieren geïnformeerd en betrokken. Mm-hmm. En het gaat in feite eerst om samen met elkaar vormen. Dat is in fase 1. In fase 2 is dat gebeurd. Ja. Goed, in 2012 was de centrale parkeervoorziening. Bij de vijver was toen een heel hot item. En in 2013 en 2014 zijn we heel erg bezig geweest met de techniek. Mm-hmm. Van hoe kunnen wij het zo gemakkelijk mogelijk maken voor de burger. Mm-hmm. Om een parkeervergunning aan te kunnen vragen. Mm-hmm. En... ja, en dat is, ja, dat is, ja, daar komt meer bij kijken dan u denkt. Ja, en in 2015 maar dan hebben wij... u al besloten voor parkeervergunningen, terwijl bewoners daar nooit persoonlijk van op de hoogte zijn gebracht. En dat had eigenlijk gemoeten. Want dan weet je waar je aan toe bent als burger. Kijk, als u in 2013 al gezegd had, wij zijn van plan, wij willen... In 2012 was het, de notitie van Leefbaar en Bruisend Centrum. Ja. Daarin stond het al. Dan had u ons ook om zo'n groot plan, wat zoveel impact heeft, dat had u elke bewoner persoonlijk moeten melden. Want is er iemand in de politiek geweest in 2014 die heeft gezegd, van welke partij dan ook, in de raad, et cetera, wacht eens even, ho, de communicatie naar de burgers moet veel eerder plaatsvinden. Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Nee, want ik weet wel hoe dat komt. Omdat er in die mooie raadsvoorstellen staat, we hebben in overleg mm-hmm. met de bewoners. Het mm-hmm. staat in elk raadsvoorstel, ja. In een BMW-advies, in die mooie notitie, staat dat iedere keer heel mooi. Dus de raadsleden, die kunnen zich niet overal inlezen, die gaan ervan uit dat dat gebeurd is. Ja. En dat wij dat weten. En dat was niet zo. Okay. Dus daar zit het probleem een beetje. Dat het wel heel mooi gebracht is, maar dat het niet echt in werkelijkheid altijd gebeurd is. Ja, ik denk, want we zitten natuurlijk enorm aan de tijd. Inmiddels zijn we alweer 20, 22 minuten verder. Ja, wacht, ik geef jullie allemaal een moment. Dus ik wil jullie sowieso danken voor jullie komst. Ik wil graag horen van de heer Beesma wat u nog over... Want ik wil het nog over de zienswijze hebben, et cetera, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Ja. Wilt u nog iets zeggen? Ja, nogmaals... Het is niet zo dat wij het helemaal niet meenemen. Dit raakt ons ook echt. En de zienswijze en de commotie die er is, die raken ons ook. Wij nemen echt alles mee, ook de zienswijze. Mm-hmm. Het plan zal in zijn origine natuurlijk en in zijn doel zoveel als mogelijk overeind moeten blijven. Maar we proberen aan de ene kant ook de persoonlijke belangen van mensen, als ze echt worden geschaad in hun belangen, mee te nemen. Wij hebben verschillende gesprekken ook met mensen, met de huisarts en dergelijke. En dat soort partijen hebben gesprekken. En die zullen we gaan meenemen. En nogmaals, waar ik mee ben begonnen. Als er veel vragen zijn en mensen voelen zich geraakt in hun belangen. Kijk morgen op de website, morgenmiddag. En daar staat ook op van wanneer bepaalde inloopmomenten zijn van de gemeente. Om extra informatie op te halen. Waar kunnen we nog meer dingen lezen op voor gemeentelijk nieuws? Natuurlijk sowieso altijd op www.bokstol.nl. Ja? Ja. Oké. Ja. Mensen die geen internet hebben?
Want die wonen er ook heel veel in. Die wonen er ook. Die wonen er ook. We gaan steeds maar uit van dat mensen internet hebben. Mensen die geen internet hebben, die mogen mij altijd bellen op het telefoonnummer. En dan, jouw persoonlijk? Mijn persoonlijk. Maar hoe weten ze dat telefoonnummer dan? Dat telefoonnummer? Op de website? Nee, de telefoonnummer staat in de brief die ik 3 weken geleden gestuurd heb. Akkoord. Dus helemaal goed. Ja. Ik wil jou vast danken voor je komst. Ja. Jullie nog iets zeggen? Ja, ik wil nog zeggen dat jullie... Jullie hebben op een gegeven moment zo'n hele dure jongen ingehuurd die al die plannen ging bekijken en er werden allemaal onderzoeken gedaan en zo. Ik denk, was maar gewoon naar ons toegekomen, had maar even met ons contact opgenomen. Wij zijn de deskundigen, niet zo'n meneer van buitenaf die allemaal theoretisch allerlei plannetjes gaat verzinnen. En dat heb ik heel erg gemist. En die inloopavonden prima, middagen. Maar ik zou nog liever hebben dat de wethouder zelf met ons afspraken maakt, per sectie van mijn part, en dan in gesprek met die wethouder, om rond de tafel, dat wij precies kunnen zeggen wat er aan de hand is. Want jullie hebben het echt niet in de gaten. Ja. Jullie weten het echt niet. En die dure jongen, die weet het ook niet. God. Dat blijkt nou wel. En dan nog een ding. Op 21 maart dan is er een protestbijeenkomst. En er worden mensen opgeroepen om 10:00 's morgens bij... Rembrandt te komen. Akkoord. Ja? Ik wil jullie allemaal danken. Ja. Ik denk dat de laatste woorden er nog niet over gezegd zijn. Ik denk dat je nog een keer een uitzendingje nodig hebt. Dan zullen we waarschijnlijk een uur eraan moeten besteden. Dan zou het fijn zijn als de heer Van Rooij eventueel ook aanwezig is. Ja. Wellicht de burgemeester zelf. Om hier ook, ik snap dat hij los staat misschien van de raad. Maar ik wil in ieder geval danken voor de duidelijke uitleg. We lopen enorm uit. Ja. En ik wens iedereen heel veel succes. Ik wens u succes. Ja. En ik wens jullie ook succes. Ja, dankjewel. Oké, bedankt. Jos, u mag blijven zitten hoor. Oh. Ik kom weer naar je toe. Dat is mooi. Want ja, ik neem aan dat jouw gerechten natuurlijk klaar zijn. Ja, die was al klaar, ja. Oh! Zijn ze niet, is het niet koud geworden nu? Nee, een klein beetje. Nee, het is een koud gerecht, dus er valt mee. Oké, wat is het? Vertel. Steeds meer mensen zijn... voelen zich ook vegetariër. Ja. Dus ik heb een vegetarisch gerecht gemaakt van asperges. Ja. Asperges, dat kent iedereen wel, gekookt en dergelijke. Ja. Maar asperges kun je ook op een andere manier bereiden. Ja. Dus deze zijn op zoetzuurwijze bereid. Oké. Dus, ik ga het proeven. Oké. Even. Ja. Een pepertje. Lekker. Wat ik me afvraag, hè? Als chef maak jij een menukaart ook. Ja. Hoe kom je op dit soort gerechten uit? Ja, sowieso werk ik al 30 jaar in de horeca. Dus, jawel, maar ben jij dan, ochtends, jij start je dag op thuis en je denkt van, ik heb een idee. Ja, dan ga ik verder uitwerken. Ja? Ja. Maar hoe zit je... Uiteraard hebben de meeste koks dat. Je kunt ook in je hoofd al smaken combineren. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om dat de smaken goed op elkaar afgestemd zijn. Ja. En dan ga je het uiteraard testen. En nog verbeteren. En nog een keer testen. En nog een keer verbeteren. En dan mag het er pas op de menukaart. Hey, en wat is nou voor jou een goede menukaart? Een goede menukaart is, dat klinkt misschien heel raar om te zeggen, maar waar iedereen een keuze uit kan maken. En dat betekent dus, iemand die van vis houdt, iemand die vegetarisch is, iemand die van vlees houdt, een keuze kan maken. Maar dat betekent ook niet dat als je van vis houdt, dat je dan per se een voorgerecht van rauwe vis moet kiezen bijvoorbeeld. Ik noem maar even iets. Ja. Je moet ook een menukaart maken die spannend is. Hè? Je moet proberen eens wat anders. Ik bedoel, een stukje zalm kunnen we thuis allemaal eten. Hè? Maar een stukje zeeduiven maken we thuis bijvoorbeeld niet zo snel klaar. Ja. Stop er wat vanillestokjes in. Ja, niemand zou erop komen thuis waarschijnlijk. Ja. Maar dat wordt wel heel lekker. Ik noem maar even een barstraat. Heerlijk. Wat ga je zo nog maar iets maken? Ik ga zo nog een paar dessert maken. Ja. Ik hou even een paar eitjes apart en dan kan ik je laten zien hoe dat ik het maak. Ja. Want dat is ook wel leuk om te showen. Kom zo bij je terug. Dan gaan wij weer terug naar de bank. Chantal Vermeulen, ja. Welkom. Wij zijn goed geparkeerd. Welkom jullie. Op de bank voor de mensen thuis, de bokser Chantal Vermeulen, manager bij Dierenrijk Nune. Ja. Ja. En jullie hebben de geboorte van een ijsbeertweeling. Ja, in november al. Ja. Maar ijsbeertjes blijven altijd nog eventjes binnen bij hun moeder. Ja. En pas na een hele tijd gaan ze naar buiten. Dus vorige week zijn ze voor het eerst naar buiten gegaan. En
Vandaag hebben we bekendgemaakt dat ze Nick en Simon gaan heten. Nick is... Nick en Simon. Dus ja, we hebben een namenwedstrijd gedaan. En heel veel kinderen hebben voor de naam Nick en Simon gekozen. Ja, of waren het Nick en Simon misschien zelf die heel veel brieven hebben gestuurd? Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ja. Maar ze komen binnenkort wel een keer langs. Hoe maakt de tweeling het? Ja, fantastisch. Echt supergoed. Ze spelen, ze zwemmen, ze... Ja, gewoon leuk. Ja. Echt leuk. Wat ik me afvraag, wanneer je zei, ze zijn nu al een aantal maanden oud, wanneer kwam je erachter dat het een tweeling was? Toen ze geboren waren, ja. Het is niet zo bij een ijsbeer dat je gezellig naar de verloskundige gaat en een echootje maakt. Dus je merkt eigenlijk, in het wild gaan ijsberen in winterslaap als ze zwanger zijn. Ja. Nou, bij ons in de dierentuin is dat niet altijd zo, omdat ze natuurlijk elke dag gewoon gevoed worden en ze hoeven weinig te doen. Maar je ziet wel aan de moeder dat ze dan heel moe is, vaak zich terugtrekt in het kraamhok. Dus op een gegeven moment denk je wel en hoop je wel van, nou, ze zou wel eens zwanger kunnen zijn. Mm. Ja, en dan is het gewoon afwachten, al die tijd. Dus we hebben daar wel een camera op gehad. En dan, hoop je maar dat het goed gaat. Ja. En het ging wonderbaarlijk goed. We hebben wat beelden van de ijsbeertjes, dus nou, kijk leuk. Even mee. Lieve. Hoe bijzonder is dit? Ja, super. Het is gewoon ontzettend leuk. Ook voor onze bezoekers natuurlijk, vooral. Ja. En ze zijn wel klein, dus ze slapen ook nog veel. Net als mensenbaby's eigenlijk. Dus, Want de tweeling, hoe komt dat eigenlijk vaak voor? Of hoe uniek is het? Ja. Nou, dat is niet zo heel erg uniek. Nee. Want ijsberen krijgen heel vaak een tweeling. In het wild valt daar heel vaak ook eentje weer van af, zeg maar. Alleen, bij ons gaan ze natuurlijk alle twee groot worden. En waarom krijgt een ijsbeer dan heel vaak een tweeling? Ja. Nee, zo goed ben ik niet. Zo goed ingelezen ben je. Ik neem aan... Je zegt Nick en Simon, het zijn jongetjes. Het zijn twee jongetjes, ja. Ah, dat is wel heel lief. Hoe was het, want jullie hebben enorm veel aandacht gekregen. Hoe was het om al die tv-stations en kranten langs... Ja, dat is leuk. Ik kreeg zelfs van een boksersmevrouw die in Amerika woont... op een gegeven moment door dat we bij Good Morning America te zien waren. Dus dat is echt ontzettend leuk. Wauw. Ja. En we hoorden de verzorgster zeggen dat... Dat de vader niet in de buurt mag komen, waarom is dat? Ja, dan, de vader kan wel in de buurt komen, maar dan zijn ze heel snel op. Oh, echt? Ja. In want, het wild zijn de vaders er ook niet bij. De mannelijke ijsbeer voelt, ziet dat als gevaar? Concurrentie, gevaar, daar heeft hij niks mee. Okay. Het is niet zo als een gezellige mensenvader dat hij denkt, och, mijn kindjes. Nee, dan... Je zag het ook aan de moeder net, hè, op de beelden. Kindje bleef ook heel dichtbij, want dat was het eerste moment dat ze buiten kwamen. En net voordat ze daar naartoe liepen, ging ze ook echt kijken van, nou, waar is Henk? Waar zit hij? Is die wel echt uit de buurt? Want anders dan gaat ze gewoon niet. Gaan jullie nog iets speciaals doen eigenlijk voor de ijsberen? Ja, we gaan heel veel speciale dingen doen. Maar volgende week is het kraamfeest, 20 maart. En dan hebben we een ijsbaan, ijsschotsen, sneeuwballen, sneeuwkanon... ijsjes, ja, er is van alles. En Nick en Simon. Heel erg leuk. Nick en Simon zijn er niet volgende week op het kraamfeest, maar hebben wel beloofd om heel snel te komen kijken. Ja. Naar hun naamgenootjes. Ja, het is wel ontzettend leuk. Ja, ze zijn ook gewoon leuk. Ja. Hoe reageren de verzorgers zelf op binnen het park? Ja, die zijn heel erg trots. Dat is een soort tante, zeg maar. Hè. Een soort oom en tante zijn ze geworden. Ja. Je kan niet zeggen dat... Verzorgers hebben natuurlijk geen moedergevoelens voor de dieren, maar ze hebben wel echt... natuurlijk, zij verzorgen die dieren al zo lang, dag in dag uit. En voor hun is het ook altijd heel erg spannend. Gaat het goed? Wat wordt het? En, het is gewoon leuk. Ja. Het is gewoon leuk. Ja. Dus, ik wens jullie heel veel succes en heel veel succes 20 maart. Ja, dankjewel. En met dit, en het is toch... Ja, het is fantastisch. Met jou zo met die knuffels te zien. Maakt ook weer heel veel avond al goed. Dankjewel. Ja, dat is weer iets anders dan parkeren, hè? Ja. Dankjewel. Ja. Ja, voor meer informatie over de ijsbeertjes, ga even naar onze website www.omroepdommeland.nl. Jos, gaat het goed? Ja, ik ben er weer. Ben je er weer?
Wat ben je allemaal aan het doen of wat heb je gedaan? Nou, ik heb de paasdessert gemaakt. Ja. Ik zal hem even hier zetten. Dat is misschien makkelijker. Ja. Je ziet, mooi in eitjes. Ja, ja, ja. Ik raad je niet aan om, nog niet aan om te proeven. Oké. Okay. Want het is een gerecht wordt warm bereid. Ja. En ik heb net pas erin gedaan, dus het, is, het moet weer koud worden. Mm-hmm, mm-hmm. Maar misschien leuk is om de, je ziet, de eitjes. Het kapje is mooi recht eraf gehaald. Ja. En dan krijg je met een mes niet voor elkaar, denk ik wel. Nee, nee. Maar vertel, nou, wat... Dan wat moet je toch even mijn microfoon vasthouden. Ja, ja, ja. We noemen dat een eierklak, noemen we dat. Een eierklak? Ja, kijk, het is de binnenkant of de bovenkant van een ei eigenlijk. Ja. Daar zit een bolletje op. Ja. Zet hem eigenlijk recht op een ei. En je laat het bolletje vallen. En nog een keer. En nog een keer. Ja. En je kunt het kapje als het goed is zo afhalen. Als het lukt. Lukt natuurlijk op dit moment niet. Ja, het is live televisie. Dat is sowieso altijd. Oh. Leeg laten. Spoelt even een klein beetje af onder de kraan. Het hoeft niet helemaal. Het eiwit hoeft niet helemaal eruit te zijn, want het spul wat je erin doet is warm, dus daar wordt de eiwit ook nog graag. Ik zie dat je de bordjes ook zo mooi opmaakt. Ben jij thuis nu ook zo'n culinaire prins in de keuken? Of, ik kook gemiddeld 3 keer per jaar thuis. Echt? En dan is het zo'n... Ik werk 5 of 6 dagen per week met dan eten. Is het dan zo'n ping maaltijd? Nee, dat ook niet. Maar ik werk 5, 6 dagen per week met eten en... als ik vrij ben, dan laat ik me liever zelf verwennen en dan ga ik ergens anders eten. En wat is nou het lievelingsgerecht van Jos? Mijn lievelingsgerecht? Ja. Nou, er zijn wel meer dingen die ik wel echt lekker vind. Maar als je bijvoorbeeld gestoofde kalfswangetjes, dan mag je me wakker voor maken. Oké. Nou ja, de recepten zijn na te lezen van Jos op onze website www.omroepdommeland.nl. Ik dank jou voor je komst. Graag gedaan. En ik hoop je snel weer te zien. Dat je weer lekker mag komen koken. Zo is het. Ja. Oké, dankjewel. Dit was hem weer. Uitzending over 2 weken zijn we er weer. Met een nieuwe uitzending van Dommeland Live. We hebben het vandaag gehad over de ijsbeertjes die geboren zijn in Dierenrijk. We hebben het gehad over de parkeervergunningen. En natuurlijk het parkeer rondom Centrum Bokstel. Waar natuurlijk ontzettend veel om te doen is geweest. We hebben het gehad over de boerenmert. Et cetera, et cetera. Ik zie jullie graag over 2 weken weer. Tot ziens. Dag.